Ik ben Ish Aithamu. Ik ben iemand die probeert te doen wat dat hem graag doet. En ik ben iemand die een beetje op zoek is naar mezelf. En ja, het is een leuke zoektocht. Maar dat ben ik, Ish. Ik geloof heel hard dat inspiratie eigenlijk een beetje overal is. Dus het is niet zozeer op zoek gaan naar iets specifieks, maar de kleinste details of de kleinste gebeurtenissen kunnen leiden naar de grote ideeën en jouw grootste ideeën. Wat dat heel belangrijk is om te weten, denk ik, is dat creativiteit, veel mensen denken dat het een talent is. Je hebt het of je hebt het niet. Terwijl dat het eigenlijk niet zo is. Het is iets dat iedereen heeft, maar het vraagt oefening. Je kan zelden goed worden in iets als je er niet genoeg tijd in investeert. Maar voor mij begint het altijd vanuit een beetje wat ik recyclage noem. Ik zie iets en ik denk, wat is mijn versie daarvan? Wat kan ik daarmee doen? Iets dat al bestaat, want niets is nieuws. Alles bestaat al. En het is jouw taak om een nieuwe twist aan te geven. Kijken vanuit een nieuwe invalshoek. Vanuit jouw invalshoek. Wie jij bent en hoe jij denkt, hoe jij ervaart, hoe jij dingen aanvoelt. Het begint altijd met iets dat ik zie, of hoor, of voel. En dan begint de zoektocht. Om een beter idee te hebben over mijn creatief proces, ik denk dat het schriftje dat jullie allemaal hebben meegekregen een goed voorbeeld is. Want daar staan bepaalde vragen die je dagelijks stelt, zonder echt te weten dat dat eigenlijk al een bron is om iets te gaan maken. Dus ik heb ook zo'n boekje gekregen. Dit is de mijne, een ingevuld. Het boekje is van Ish, dat ben ik. En probeer erop te antwoorden, maar probeer ook een beetje verder na te denken. Ik heb opgemerkt dat er verschillende vragen waren die eigenlijk heel goed toepasbaar zijn op mijn manier van werken. Dat is heel vaak terugdenken bijvoorbeeld aan slechte ervaringen of goede ervaringen. En dan iets met die ervaringen proberen te doen. Bij deze nodig ik jullie allemaal uit hier in het Letterhuis om samen een workshop te volgen. En alsjeblieft probeer het niet te zien als een uitstapje, een schooluitstapje in een oud museum, maar echt een kans om elkaar te ontmoeten. Je eigen talenten te ontdekken en kijken waar dat je goed in bent en wat dat je graag zou willen doen met jouw talenten. We gaan allemaal werkstukken maken en uiteindelijk zal ik er een paar uitkiezen om deel te maken uit een tentoonstelling. Misschien kan jij daarbij zijn. Dus ik zie jullie heel binnenkort en ik ben heel benieuwd om jullie allemaal te ontmoeten. Tot snel!